We staan hier bij versie 2 van deze sculptuur op de Rennemeer. Het beeld was verbrand en met oud jaar. En ik ben ermee verder gegaan. Dus het is een soort voortgang. Als ware bijna een dialoog met de plek en de ruimte en de buurt. De meningen zijn daarover verdeeld. Maar als je het mij persoonlijk vraagt, ik heb het altijd mooi gevonden vanaf dag 1. Het kunstwerk op zich, opvallend, de kleur. Maar bovendien eigenlijk waar die voor staat. En dat vind ik veel belangrijk uiteindelijk. Een kunstwerk tot stand te komen door buurbewoners, met buurbewoners. Men raakt met elkaar in gesprek en dat verbindt mensen vaak. Er kunnen hele leuke connecties uit ontstaan. En dat is wel iets waar we, dat is zo'n ding eigenlijk, om mensen te verbinden. Ja. Misschien is dit wel het beste voorbeeld in Heerlen van hoe kunst iets van de buurt kan zijn. En of je dat mooi vindt of lelijk vindt, of je nou zelf hebt bijgedragen, of dat je toevallig weet dat de buurman dat heeft gedaan, het is een kunstwerk van de buurt geworden. En ik vind het ontzettend tof hoe ontzettend veel mensen hier aan hebben bijgedragen. En ja, het mag er zijn. Het beeld vertelt een verhaal en dat verhaal gaat door. En ik denk dat we nog niet uitgesproken zijn.